Welkom bij Champions Classics, een reeks waarbij wij, Coca Sport in het archief van Proximus Pics duiken op zoek naar historische runs van ploegen en spelers in de Champions League. Vandaag kijken we naar het parcours van Dortmund en Bayern München in het seizoen 12-13. Het Dortmund van Klopp is al enkele jaren een hype in Duitsland, maar het Bayern van Heinkens is een echte machine. Zo sterk zelfs dat zij op 6 april al kampioen van Duitsland worden, wat op dat moment ook gewoon een record is. Ook in de Champions League doen beide ploegen het goed. Zo goed zelfs dat zij elkaar tegenkomen in de finale. Wat in Europa gekend staat als der Klassieker, wordt voor één avond omgedoopt tot der Superklassieker. Wie speelde een hoofdrol in dit verhaal en wat was er zo bijzonder aan? Dat bespreek ik vandaag in deze episode met Brian Suarez-Duarte en Andy Sema. Juip juip, Henkjes. Vandaag ga ik leeftijd respecteren. En ga ik aan de persoon die het oudst aan tafel is vragen wat zijn eerste herinnering is van Bayern München? En daarmee wil ik zeker niet zeggen dat jij oud bent, maar wel dat jij de dit. oudste aan deze tafel bent, Andy. Ja, wat man. is uw eerste herinnering van Bayern München? Uh, heel raar, eigenlijk. Niet echt, van de, niet echt iemand die een protagonist is in, de, in het team, maar uh, Daniel van Buiten, man. En ah, wil ik volgen, ja. Ja, ik snap het. Absoluut. Ja, absoluut. Weet, dat is een beetje de, de Belgische proud die uit mij kwam ook in dat jaar zo van ah ja, België, de Champions League wint, uh -huh. en niet zoveel. Maar ook gewoon, dat je van buiten representeert echt gewoon België. Weet je? En, en dat hij nog in dat team toch iets van betekenis had. Oké, je gaat Dante en andere verdedigers. Dus ook Gavi Martinez komt. Soms als zes, soms als verdediger en zo. Maar hij had toch wel een belangrijke rol in te zien van ja, er moest altijd geroteerd worden, vervangen worden. En uh, die stond er altijd. En hij was daar jarenlang, als ik ook mij ook niet vergeten zeker, ik, zeven of acht jaar of zo. Gewoon een vestrosse speler. Maar voor mij was dat ook zo heel lang zo. Ja, de Belgische speler die zo echt in een top, top, top club speelde. Mm -hmm. Voor mij was lang zo. Ah, Daniel van Buiten is de enige die echt in een topclub speelt. Weet je, zo Real, ja. Barça, Bayern, die, uh, United, zo ja, ja. die clubs. Dat was hij, snapte? Dus ik volgde nee, daar wel. zo echt. Wel. Ja, ja, hij was, hij was hij is wel even zo de enige geweest. Ja. En dan is de generatie gekomen en hebben ze gevolgd en zo. Mm -hmm. Maar wat is uw eerste herinnering van Bayern München? Veel man, ik denk dat Bayern altijd een beetje centraal zijn in mijn leven. Uh, <laughs> ja, is, een beetje... is, dat, is, dat, is dat goed of slecht? <laughs> ja, ik weet niet bro. dat. gaan we eens uh, even ah, ik, ik heb het zelf al. Ja, maar ik denk zo. Ik weet niet dat. De eerste die ik altijd in mijn hoofd heb, als ik aan Bayern denk, is Oliver Kaan. Weet niet waarom? Ik heb hem ook nooit zien spelen. Daarna United Bayern München in 1991. Huh. Uh, United Bayern München 2010, Dan Bayern München die een paar keer dus, uh, ja, de Champions League finale haalt. Dus Bayern München is altijd wel een team geweest dat in mijn hoofd uh, aan, aanwezig is. Ook altijd wel een bepaalde dominantie heeft. Altijd wel een beetje gelinkt met ja, wanneer dat Duitsland ook het goed doet, dan is Bayern ook waarschijnlijk aanwezig. Ja, zeker. Um, dus ja, man, ik zou zeggen, de eerste keer op je 2010, echt. Uh, en dan is het bij mij alleen Robbe toch wel. Robbe is een speler die altijd wel. Uh, ja, je hebt heel veel spelers die je kunt linken aan, aan Bayern. Robbe, ja. Schweinsteiger. Um, maar voor mij is Robbe denk ik, een van de eerste of een van de ja, spelers die met het meeste bij blijft bij Bayern München. Het interessante is, en waarom ik die vraag stel, is omdat als je dan dezelfde vraag stelt over Dortmund, ik heel vaak grijp naar dat jaar in de Champions League als ah, dat is mijn eerste echte ja. Dortmund-herinnering. Mm -hmm. En dat is dan eigenlijk ja, die jaren onder klop samengekoepeld wel. Mm -hmm. Maar zo dat jaar, als je mij zou vragen van ah, wat is je eerste echte Dortmund-herinnering of zo als ik dood moet ik wat moet gaan denken. Je denkt sowieso ook aan een bepaalde aantal spelers. Ja, Blasikowski, je denkt Blasikowski ja, voilà. aan... is voor mij echt het referentiepunt van dat jaar man. Ja, man. Wat die ding is gewoon omdat niemand zijn flank. naam kon schrijven man. Ja, ook, 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 Ja, maar dat was ook zo heim pitch check toch? Ja, ja, ja. Dat was gewoon een, een richter flank man. Ja. De Lopen, harde trap, alles bro, dat was. Mm. Ja, ze hadden een, ze zijn een prachtteam, man. Echt wel een aantal jaren een prachtteam. en en altijd zo net niet, maar altijd zo leuk voetbal, zo entertaining voetbal. Ja. Altijd ook hoge scores. Dus dat is waarom Da de moet. denk ik, altijd zo. Eén van de ploegen was waar daar heel veel eigenlijk, mensen tegen waren. Omdat je wist van als je op moet mm -hmm. gaan kijken. Dan is als andere ploegen laagblok en defensief. zijn gaan gewoon aanvallen, spelen, leuk voetbal brengen. Um, en dat heb je daar gemerkt. Ook zeker in dat Jaar, wanneer ze naar de finale gaan. Is ze brengen inderdaad wel heel entertaining voetbal. En ook gewoon heel veel leuke voetballers. We hebben heel veel voetballers ook die later dan ja, impact hebben gehad. Hebben we daar elke voor de eerste keer gezien, ja. seizoen En niet zo het traditionele Bayern-model, waar zij spelers gaan halen van de topclubs. Mm -hmm. Ja, zij kopen de spelers aan in de lagere, reeks, of ja, in de lagere ploegen die geclasseerd zijn in de Bundesliga. Mm -hmm. Zoals een Royce bijvoorbeeld, Confirmation komt van Moesje Gladbach. En dan gaan zij meestal door naar Bayern. Het is dus we mm -hmm. wel altijd zo'n beetje een stap voor dat je naar Bayern gaat. Maar ja, altijd een leuke ploeg geweest, eh, Dortmund. Ik zit met twee coaches aan tafel. Vermeld dat graag, want het Alex, is een feit. Ben je een coach geworden? Ik ben geen coach, maar jij bent een coach. Andy is een coach. En als ik kijk naar de twee coaches van beide ploegen van dat seizoen, dus van Bayern en van Borussia Dortmund, dan zijn dat op twee totaal verschillende manieren toch wel voorbeelden voor mij. Aan ja. de ene kant heb je Joep Henkens, die voor mij misschien de definitie van business is. De definitie van, we zijn hier om te winnen, we zijn hier niet om, om mm -hmm. ik weet niet, wat te verkopen, voor blabla, bla, al die onzin. We zijn hier gewoon met één doel, tegenstanders echt kapot maken. Ja, ja. En dan heb je Klop, die meer in een filosofie is van: we gaan alles geven. Mm -hmm. En het maakt niet zozeer uit hoeveel we er binnen krijgen. We gaan gewoon dubbel zoveel proberen te scoren, maar we gaan vooral eh, drukken. We gaan heel intensief spelen, 90 minuten lang. Ja, als ik zou vragen: naar wie gaat jullie voorkeur qua coach in die periode? En dan als je kijkt naar de evolutie van een Klop bijvoorbeeld. Voor wie zouden jullie gaan? Klopt, ik ben altijd van geweest van klopt man. Maar ook zo omdat coaches met minder middelen, heeft dat daarna ook bewezen bij Liverpool, met minder middelen, natuurlijk heeft dat wel dure transfers kunnen doen, maar je merkt wel ook zo hoe dat zij Lewandowski gaan halen, um, hoe dat zij bepaalde spelers niet slecht hebben gehaald, met heel veel lage bedragen, ja. spelers die we niet meteen kennen. En ook meteen altijd wel juist kunnen gaan profileren: van dit heb ik nodig in mijn speelstijl. Uh, speels die ook vaak die rol kunnen gaan vervullen. Dus voor mij was altijd Jurgen Klop. Ik heb nooit echt een affiniteit gehad naar Jupp Heynckes, Omdat de Boedersliga keek dan niet zoveel. Maar als je keek was het meer Dortmund dan Bayern. Wat een okay. beetje raar is. Maar Heynckes geeft mij zo meer een ancelotti gevoel. Meer zo mm -hmm. van hij is goed met de spelers en hij had er wel voor zorgen dat zij presteren. Maar met, met Klop voel je echt wel een, 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 een systeem, een identiteit. Veel meer dan bij Bayern ja. Bayern was een ploeg als je keek naar die elftal, Er zijn coaches ervoor en daarna geweest. die ongeveer hetzelfde hebben behaald, oké, okay, niet in de Champions League, maar wel ongeveer hetzelfde hebben behaald. Maar ja, maar altijd wel de in, in de buurt, snap je? Ik bedoel, ja. het is niet meteen dat ze altijd winnen, maar ze waren altijd wel in de buurt van die Champions League. En Henkes, dat is was wel die coach die zei: oké, okay, we kunnen die extra stap maken. Ja. Maar de selectie voor mij is quasi hetzelfde gebleven in al die jaren. Er we zijn wel paardenwils binnen en buiten gekomen, maar niet echt heel grote verandering aan die maar Misschien term. is het daarom dat ik een andere mening heb, want ik heb liever een Jubai-Hikens. Mm -hmm. Het is ook misschien meer mijn stijl van, van coaching, want. Hij is gewoon iemand die naar een elftal komt, ziet wat er is en gebruikt de, de beste speels naar hun beste, ja, naar hun beste stijlen, naar het beste wat ze kunnen brengen. Uh, en, en voor mij bijvoorbeeld dat jaar was eigenlijk zo: het, de eerste keer dat ik zo echt een voorliefde had of zoiets voor de, voor de 4-2-3-1 speelsysteem. Mm. Ook want Kroos was op dat, in dat jaar denk ik nog nummer 10 aan het spelen of soms was het Muller, in geval dat Robin of uh, Ribéry geblesseerd was. Um, maar ook gewoon dat je zo. Ja, dat je Schweinsteiger op een bepaalde manier kan gebruiken, dat hij altijd in, op, in een positie zit waar die gewoon van 40 meter kan trappen. Um, dat je zo de zes hebt. Dat was Javi Martinez. Die altijd zo kwam uh, als er uh, werd aangevallen zijn drie mensen. Dat was zo voor mij zo. Weet je, Weet Dat is ook zo, ik denk in de jaren, dat jaren was ik tien oh, jaar geleden. Ik no? weet niet, 40. <laughs> 16, 17 of zo? Hij ligt er zelf hier. Ik ligt niks hier. Maar <laughs> ja. dat, is, dat, is, dat is ook zo, uh, dat is zo, vaak zeggen dat is het jaar dat je zo iets meer naar tactiek zitten kijken en al die dingen. En dat is ja. waar ik echt gewoon begreep van, ah, het loopt zo, zo, zo. Allee, bijvoorbeeld de verdedigers bij München had. Van buiten was in dat jaar heel vaak, op, veel, heel vaak op de bank. Maar ik begreep dat je meer en meer naar uh, voetballende verdedigers moest gaan. Dus je had, uh, volgens mij je je een Dante die, uh, die daar altijd meestal op de, li ja. op de linkse kant speelde. Dante Boateng. Ja. Dante Boateng, dat zijn twee die supersterk aan de bal zijn. Je hebt een Neuer, uh, waar, wij echt van, waar we al lang van wisten, oké, okay, dat gaat een super... Een superkeeper zijn, mm -hmm. maar hadden wij ooit gedacht dat hij op zo'n niveau zou zijn en dat hij dat gewoon ook zou vasthouden tot eigenlijk mm. op de dag van vandaag nee. En waar je gewoon zegt van alles ging. Je hebt een Philippe La. Voor mij was het gewoon van weet, je, je hebt alle middelen, je hebt alle goede spelers. En je doet er iets mee dat vorige coaches dan bijvoorbeeld niet hebben gedaan met ervoor. We weten ook van Bayern heeft twee keer de Champions League finale gewoon verloren. Ja. Ja. Snap je? Dus voor mij is dat misschien zo meer het uitzonderlijke of iets uitzonderlijker als, als jullie een klopt. Omdat je, ja, een beetje. Jurgen Klop is voor mij gewoon zo van. Ze een nieuwe school, je komt, oké, okay, je probeert en dat lukt, dat lukt, dat lukt. Okay. Tot vandaag. Maar tot vandaag is hij nog steeds voor mij, dus voor mij, hmm. niet die coach die naar elke club gaat en gewoon niet eens met de dikste prijzen naar huis gaat. Ja, ik denk hij is wel, wel iemand die de identiteit gaat komen brengen en van alles gaat te veranderen. Maar ik denk, ik denk dat zijn, en denk dat klopt is, dat zijn speelstijl of systeem gelijkste aan prijzen winnen. Alleen, en waar dat leuk is aan Klop, is je gaat iets krijgen voor het lange termijn. Ja, nou, Wat we een dan. beetje minder dachten, About ja, we dachten meestal, klopt, ze een, ja, een gaan dan een ploeg zijn, twee, drie jaar, en dan is die ploeg burnt-out. Dat hebben we ook al een paar keer gezien. Maar hij vindt vind wel steeds een nieuwe manier om te gaan doen. En daarom vind ik het een beetje tegenstrijdig, want eh, als we nu kijken naar het Bayern-elftal en we kijken naar de vorige finales die hebben gespeeld, uh -huh. ja, dan kan je er zes, zeven opnoemen die daar al de, de voor waren. Uh -huh. dus als je dan kijkt naar Dortmund zijn het allemaal newbies, allemaal jonge spelers die nog niet elk op dat niveau hebben gepresteerd, maar wel al... Toe ook kunnen gaan met Bayern München, denk ik ook zelfs kampioenen gespeeld in de jaren ertussen, ja. Dus je ziet wel dat Dortmund een ploeg is dat opkomend is. Dus daarom, ik, ja, dat, dat chauffeert me net iets meer, omdat om Dortmund gewoon, ja, ze zijn fresh, ze zijn nieuw. En, en, en ja, ook, ook het ding is van met Champions League, als we kijken naar degenen die in de finale zijn al, al, al die jaren. Dortmund is zo'n nieuwe naam, zo. Dat is een beetje zo leuk zo. Het is niet altijd hetzelfde. Het is altijd die Bayern's en je Barca en de United's, want toen waren we wel uh -huh. nog dominant. Er waren zo wat nieuwe namen. Ja, hij moest denkt, dat vermelden. Ja, dat zo, zeg <laughs> je? Maar er waren nieuwe namen. die je ziet van, ah, weet je wat, dit zijn. Ah, dit, ja, ja ik, maar, ik, ik, ik denk dat er heel veel mensen toen waren pro-Dortmund. Ja, ik ook al. Gewoon puur omdat zo van, ah, broer, dat is een nieuwe Kijnt. ploeg snap je? Een leuke spelers dus. zijn gewoon niet meer minder druk ook, dan, dan Bayern. Dat wel. Dat sowieso. Maar ja, dat heb je altijd ja, je tegen een, tegen een giant. Maar ik veel. vind dat dat dubbel is. Omdat, stel dat dat het eerste jaar zal zijn dat zij er zo uitkomen en we leren ze kennen en wauw. Dan zou ik zeggen, oké, okay, ze hebben minder druk dan de rest. Mm -hmm. Ze hebben sowieso minder druk als Bayern. Zeker door die twee verloren finales. Maar dit is eigenlijk op het einde van het cyclus. Mm -hmm. Ze zijn al kampioen geworden in Duitsland. Ze hebben al gewonnen. Ze hebben al bewezen. Mm -hmm. Iemand als Lewandowski is al... Een naam die heel gevaarlijk is in de Champions League. En die is gebleven. Die, die is, is gebleven. En dat, gebleven. dat seizoen is zo... Weet je, want dat is ook het seizoen dat Gutsen eigenlijk al voor de Champions League finale tekent bij Bayern. Mm -hmm. Hij speelt die finale dan niet om de eigen is. Maar zo, het is duidelijk van, ah, oké, okay, iedereen gaat hier weg. Mm -hmm. Ze hebben gedaan wat ze moeten doen. Het laatste wat overblijft, is die Champions League. Zij geraken in die finale, gaan ze doen. Maar ze zijn wel al iemand, zeker ook... En dan gaan we zo kijken, zo, het parcours dat zij afleggen. Ja, beide ploegen, hè, maar... Dortmund schakelt echt wel gewoon teams uit. Waarvan dat je beseft van, ah, oké, okay, we zijn hier niet zomaar geraakt, snap je? Um, maar om misschien toe te voegen aan wat je zei over um, Ancelotti en Henkens, dat die misschien dichter bij elkaar liggen. Mm. Dat zal ook misschien te maken hebben, gewoon puur met. Dat is dezelfde generatie, weet je? Ja. Mm -hmm. Want we zeggen net, Klopp is een, een nieuwe generatie coach. Maar wat ik wel interessant vind aan Klopp is. en waarom ik ook meer naar Klopp zou neigen, is niet enkel de resultaten die hij behaalt. Maar hij maakt het moeilijk voor alle topcoaches. Mm -hmm. Alle topcoaches die tegen hem moeten spelen, hebben het altijd moeilijk. Zelfs een Guardiola, Klopp is wel de coach die het iedereen moeilijk kan maken of zo. En dat vind ik interessant. Hij werkt ook niet veel af van zijn principes. Nee. Want veel ploegen, als je tegen een Bayern gaan spelen, bijvoorbeeld, zeker Bayern in die, in die tijden, maar ook bijvoorbeeld een Barcelona, bijvoorbeeld, zijn ploegen die die gaan opeisen. En heel veel ploegen gaan zeggen, oké, okay, we gaan laag spelen, we gaan niet die lijn te hoog trekken, want we willen geen ruimtes. Klop blijft gewoon op zijn, ah nee, dat maakt niet uit dat we spelen. Al is het tegen de beste ploeg of tegen de Dwekse ploeg. Wij gaan met die hoge pressen, we gaan met die intensiteit spelen. En daarom dat Klopp me altijd zo zo'n beetje... Ik heb, ik heb niet heel veel zo'n romantische gevoelens gehad bij, bij coaches. Uh -huh. Mourinho is mijn, vroeger een ah ja, Mourinho. En dan Klop is ook een van die coaches die zegt van, nou, ah, hij maakt mij wel een beetje... Ja. ja, een beetje lichthoofdig, man. <laughs> Juste dit. <with this. laughs> Als ik dan kijk naar de groepsfases eerst. Uh, Bayern die zit in een groep met Valencia, Bate, Borisov en Lille. Ja. Ik wil een shout-out geven aan Bate, Borisov. Want ja. dat zijn namen, als de Champions League niet bestond, zouden we die nooit kennen. Ja, ja. Dat is de laatste keer dat ik ook hun naam heb gezien. In maar dat is wel zo'n naam dat wij zo weten van... Ah ja. Ja, ja, ze hebben ooit Champions ja, ja. Gespeed, ja. Die, die hebben daar ooit gezien. Nu zijn ze is in de Conference League aan het floten. En Bayern um, geraakt eigenlijk niet zo gemakkelijk uit die groep. Ja, ze hebben het geluk dat ze eerst eindigen op gelijke punten met Valencia. ze mm zijn -hmm. maar 13 punten. Uh, Bati Borisov eindigt derde met zes punten en Lille met drie punten. Maar wat interessant is, is als je dan kijkt naar de groep van Dortmund, mm -hmm. ja, zij zitten met Real Madrid, Ajax, Manchester City. Ja. Ik denk, ongeacht hoe Dortmund het op dat moment aan het doen is in Europa, wanneer je deze groep ziet, zegt er niemand: Dortmund eindigt eerste van deze groep. Nee, tweede wel. Tweede wel. Ja, tweede of derde toch wel. Ja. Want dat is nog niet het City dat nee. wij nu kennen. Mm -hmm. Nee. Zo zit hij in opmars. Ja, ja. De miljoenen beginnen te vliegen. Maar zo zit hij dan in ervaring. En dan je, Ajax is een beetje zo'n wildcard. Doen ze het wel, doen ze Die. dat. Dus ik begrijp wel dat daar mensen zeggen van de tweede plaats. Je verwacht veel meer van Real Madrid. Mm -hmm. Dortmund eindigt eerst met 14 punten. Real 11 punten, Ajax 4 punten, City 3. Mm. En dan zijn beide ploegen dus door naar de knock fase. Maar op dat moment denk ik niet dat beide ploegen al gezien worden als. A-plugins. Dat zijn potentiële winnaars. Denk Bayern altijd, een beetje. Bayern zal als de competitie begint altijd erbij horen, maar ik denk dat na deze groepsfase dat je zoiets hebt van, ah, dit is misschien niet het beste Bayern, ondanks dat ze in de competitie wel helemaal kapot aan het maken. Weet nemen. je uit het singelquiz in in dat jaar? Um, Bayern was in de competitie, ja, die waren alles gewoon kapot aan het Echt maken. Kapot. Ik heb zo'n paar stats ook uh, bekeken en um, dat is eigenlijk heel raar, maar zo in de competitie qua balbezit dat de ploeg die zo, weet het was over de 65% altijd, dus 65 of meer. Uh -huh. Maar als de Champions League speelden, was het, uh, tussen de 48 en 53% qua bal bezit. Okay. Dus in de zin van, dat is eigenlijk in de Champions League toch wel heel realistisch of zo? Ja, pragmatisch speelden. of zo. En, en ergens, wat ik ook las, was, het ook van, heel veel mensen begrepen het op dat moment niet. Maar op Hikings kwam dan terug met een uitleg van, ah ja, eigenlijk, we kunnen ervoor zorgen dat we. Als eerst zeker um, in de competitie zo ver mogelijk eigenlijk, zouden staan van de rest. Uh -huh. Zodat we ons eigenlijk in de knock fase rustig konden concentreren op de grote ploegen. Ja. En daarnaast wist hij ook van, ja, ik heb veel blessuregevoelige spelers. Uh, waarvoor ik wil zorgen van, oké okay, weet je, ik kan er misschien nu twee maanden op rekenen. En hij berekent eigenlijk de blessures al op voorhand. Want ik reken bijvoorbeeld op Robin twee maanden. Ik weet dat hij de twee komende andere maanden geblesseerd kan zijn. Oké, okay, maar. Ik heb bijvoorbeeld in de competitie al mijn, mijn 10 punten voorsprong, bij wijze spreken. En dan is het misschien een beetje knokken in de Champions League, een beetje anders gaan spelen. Maar ja, als je al zover bent in de competitie, moet je eigenlijk enkel de focus nog hebben op de beker en de Champions League. Ja. Ja. Maar Champions League is ook gewoon veel meer competitief dan we soms denken ja, uiteindelijk. de ja, Champions League het zijn ploegen die kampioen spelen in hun eigen landen. Um, en natuurlijk gaan zij ook wel met een bepaalde insteek gaan spelen. Ook als we weten welke bonussen er wordt gelinkt per wedstrijd dat je wint, per punt dat je pakt en zo. Dus je merkt wel dat ploegen in de Champions League iets meer weerstand bieden dan ploegen in de Bundesliga. Maar ik zat me inderdaad wel aan met wat, niet met wat Andy heeft gezegd. Bayer was altijd wel een ploeg dat je wist van, ah, zo vanaf zo maart. Dan kijken ze al op het kalender. Oh ah, ja, nog vijf zetten te gaan, we zijn al kampioen. Ja. En zij konden heel vaak, wat de andere ploegen minder konden, al gaan roteren voor die Champions League-wedstrijden. Mm -hmm. um, en daar hebben ze inderdaad het voordeel gehad dat ze gewoon een betere ken hadden dan de meeste ploegen. En ook gewoon al een hele boulevard hadden in de, in de Bundesliga. En dat het heel ongemakkelijk was om voor hen om, om te kiezen welke wedstrijden ze wel moeten gaan presteren. En ook, ja, zij hebben denk ik een monopolie gehad in de. Ik nou, denk nu nog steeds eigenlijk. Uh, in de Bundesliga. Ja, ze winnen 10, 11 jaar op een rij. Ja. Natuurlijk uh -huh. weten zij van oké. Okay, het gaat wel goed komen in de Bundesliga. Ze dus maar focus op de Champions League. En in groepsfase, dat maakt niet uit hoeveel punten je pakt. Omdat je eerst ja. eindigt en je komt tegen die nummer 2 zie de teams, ben je oké. Okay. Uh -huh. Dus dat maakt ook niet zoveel uit. Of dat je 18, -18 echt pakt of 13 op 18. Als je maar gewoon eerst eindigt. En ja, dat zeggen dan. Voor de centjes wel, maar... Ja, voor de, ja okay, maar een ploeg als Bayern zou ik zeggen minder, snap je? Ja. Voor zij, want zij zijn ook altijd een ploeg dat heel goed financieel gerund is. Absoluut. Dus maar man dat man is dan Duitse clubs in het algemeen uh -huh. meestal... Uh -huh. Er zijn altijd uitzonderingen, maar in het algemeen maar meestal... Zij maar zij weten meestal... Maar Bayern is ook een club dat niet zo speels gaat kopen voor gekke bedragen, ja. bijvoorbeeld snap je? Dus voor hen maakt dat niet zoveel uit. Ik ben blij dat je dat zegt, van je moet eerst eindigen, want dan weet je dat je een tweede catcht en meestal zit je wel goed. Mm. Dortmund, eerste geëindigd, inderdaad. Shakhtar Donetsk geloot, dat is wel altijd een goede ploeg, zeker in die jaren, maar dit Dortmund. Moet wel lukken. Dat lukt wel. 2-5 in heen-en-terugwedstrijd, ze gaan door. Bayern eindigt ook eerste, wie pakken zij? Zoals in die jaren heel vaak. Arsenal, Arsenal. magnifiek. <laughs> en dat was denk ik het jaar na de 10-2? Dat is het moment dat jullie 10-2 verloren? Nee, ja, 10-2 is er nagekomen. Ah, sorry. Dat, dat was... Hij wou dat gewoon vermelden. Ja, ik weet het. Maar Arsenal was eigenlijk altijd eerst Barca, Barca, Barca. En dan, en dan dachten wij ja. zo van... Ah, Barca was al geloot. Ja. Dus wij dachten, oké, okay, we hebben met anders dan Bayern. En dat is Bayern Ja. ja. Again. Ja. Wat betekent dat voor u als Arsenal-fan, wanneer dat jij Bayern ziet in de loting achtste finales? Ik denk dat hij heeft traumas. Hè? Hij wordt wakker. Eén keer, ene kant is Barça, andere kant is Bayern. <laughs> <laughs> maar het ding is, het ding is met Barça. ding is met Barca, ja, Arsenal heeft zo inderdaad een beetje het. Ja, hoe zeg je dat? Niet het geluk gehad dat zij tegen een super, super Messi vallen. Mm. Maar, en ik ben een Barça-fan, ik durf dat te zeggen. Bij Barça heb je wel zo altijd een dingen van. Je kunt die verslaan of zo. Mm. Bayern, ik ga eerlijk zijn. Het gevoel zo, maar Als je geen Real Madrid-fan bent. Perfecte machine, hè? Denk ik niet dat jij zoiets hebt van. Mm, Bayern lukt wel. Ja, ja, ja. ja. Mm ik denk dat je bij Bayern zo altijd een gevoel hebt van die mannen die mannen die krijgen waarschijnlijk twee dagen geen eten voor de wedstrijd die komen hier toe die gaan heel boos zijn maar Arsenal is dan wel een ploeg die het dat jaar Bayern toch wel moeilijk maakt ja alleen, we hebben het wel de eerste wedstrijd gewoon weggegeven in, in het grappige je ik heb zo de wedstrijd ook gewoon even teruggezien, om even zo die dat die terug te hebben. Ah, als je wilt kan ik daarna de nee, 8-2 nee, laten nee, zien. Nee, dat hoeft niet. 6-1. Dat hoeft niet. dankjewel, dankjewel. 4-0. Dankjewel, dankjewel, wel. Dank je hebben nog waslijst. Ja, maar die is gewoon uh, failures in de Champions League doen. Arsenal alsjeblieft. Ja, hey, nee, 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 liever niet, denk je wel. <laughs> Probleem is, ik ga niks zeggen, want later in deze campagne zijn we aan Ja. <laughs> nee, <laughs> well, maar -0. My, ja, 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 met 0 Nou, je lacht je veel met mijn team, man. maar die zijn ook door preles. Ja. Maar nee, ja, ik. Ik ga ik naar de wedstrijder terug en ik weet exact hoe ik me voelde. Man. Déjà, ik weet perfect dat ik al boos was omtrent die om loting, maar ik weet ook dat ik boos was toen. Mm. Omdat ik zo zeg dat we met mijn in de spits waren begonnen. Ja, ah, <laughs> magnifiek. Dat is zo die periode dat hij zei, ik wil speedspelen toch. Ja, uh, nee, er er en dat we zo op Podolski dan links zitten. Ja. En ik zo dacht van fj, wat, wat gaat deze worden? Of I don't know, en dan. Eerste wedstrijd, 1-3, thuis verliezen. Voor mij was het al over. Weet je? Het was mm. al zo van, oké, okay, mm. we gaan hier niks zoeken. En dan doen we doelpuntregel ook nog. Ja, en dan hebben we eigenlijk in Bayern zelf met 2-0 gewonnen. Maar ja, het hebt ja. nog uh, dus ja, uit doelpuntregel. Dus dat had hè. totaal geen zin eigenlijk. Maar ja man, dat was gewoon van... Hey, ik had op dat moment eigenlijk ook niet zo het gevoel van van Bayern gaat iets winnen of zo, de Champions League. Ik, had, ik was eigenlijk meer de, aan de kant van Barcelona. Was het gewoon voor... ah, dat was een schok die, die we zetten daarna. Dat was voor mij een schok. Ja? Bayern Barça? Ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. ja we, we zullen er komen, maar ja, een schok. Weet ik niet, maar het was Nee, voor mij was het een schok. Heeft mensen alleszins wakker ja. gemaakt. Maar Bayern schakelt Arsenal uit. En ik denk wel dat dat voor hun zo de. Dat is zo'n Ja, het Katalist. feit dat Arsenal zo 2-0 wint. <laughs> ik ben echt blij voor je dat je het hebt kunnen doen. Echt <laughs> <laughs> het feit dat Bayern. 2-0-verlies thuis tegen Arsenal, maar ze gaan toch door. Mm. Ik denk dat daar zo het typische Bayern-moment is gebeurd van boys, het is goed geweest, geen blabla. -bla. Ja, ze krijgen dan Juventus in de volgende ronde en die maken gewoon geen kans. Uh, 2-0-2-0. 2-0-2-0, geen blabla, -bla. arrivederci, terug naar huis. Dortmund heeft het iets gemakkelijker. Ja. Malaga, 0-0 ja. en dan 2-3. Ah, en dan zijn het de halve finales. Dat was leuk, hè? Nee. Die wedstrijd uh, Malaga-Dortmund... Dat was een geweldige wedstrijd. Dat is een zo, wedstrijd dat ik zou aanraden aan mensen. Van, ga die terugkijken. Mm. Malaga-Dortmund. Mm. Want dat was zo chaotisch. Dat Echt waren chaotisch. Zo, allemaal frommel goals. Was dat zijn niet Malaga mee? Doe dat. Ja, doe dat ook. Maar Isco? Maar Isco en zo. Isco, ja, ja, Isco. Hoe uh, heet die linksbak weer al? Eusebio? Nee, niet Eusebio. Wow, ah ja, ik heb het je bedoeld. Nee, ik heb het je bedoeld. Ja, ja. Eusebio. Ja, ja, maar hij ja. heeft wel Eusebio denk ik. Eusebio. Niet Eusebio. Wat? Wacht. Eusebio is die Braziliaan. Eliseo. 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 Ja. Eusebio. is die Portugese. De Portugese pelé. Ja, bro. Maar Eliseo is, ja. is ook, 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 ook voor Portugal gespeeld. Ja, ja maar ja. vriend, dat, er kunnen toch meerdere Eusebios zijn. Ja, jawel toch. Het is goed dat een levenslang doorheen is. Ja, op Maar het was Eliseo. Ja, ja. Want hij had ook zo'n kapot, hij was kapot breed. Ja. Ding is een fraudeur, man. Niks in over Portugal, man. Ga <laughs> <laughs> ja. Dus dat is een, een match die ik sowieso zou aanraden. Maar ik wou snel naar de halve finales gaan. Um, zeg Waar begon het trauma? Want, nee, nee. Eerst de affiches. maar mm. ik wel denk oprecht zo, qua halve finales. Zo, Duitsland, Spanje, dat is sowieso een beetje een rivaliteit. Mm -hmm. En dan heb je Bayern, Barça, Dortmund, Real. Mm. En ik denk dat daar iedereen zoiets heeft: van ah, oké, okay. nu gaan ofwel de Spaanse ploegen bewijzen van well, wij zijn de beste, ofwel gaan die Duitse ploegen bewijzen wij zijn de beste. Wat ik geweldig vind is de heenwedstrijd. Bayern geeft 4-0 aan Barça, Dortmund geeft 4-1 aan Real. Ik denk dat daar de wereld zich wat gebeurt er? <laughs> Lewa. Lewandowski. Quadruple vriend tegen Real Madrid van Cristiano Ronaldo. Nu is hij ah, nee, ah oké. Okay, ja. Müller tegen het Barcelona van Lionel Messi. Nee, ik zie dat niet. <laughs> dat is wat name met Ronaldo's Heb je gezien hoe defensief hij, hij is? Ja, ja. Heb je gezien hoe defensief hij is? Maar het is toch het Real Madrid van Cristiano Ronaldo? Zo... <laughs> <laughs> ja. waarom, waarom moet een speel voorbij vermeld worden? Broer? Ah. Wat was voor u um, het meest opmerkelijke van de twee? Ik was boos, man. Wat? Want ik kan niet zo van uh, finals met één land. Dus ik kan niet van een all-English uh, all finals. Yeah. Maar ik hou niet van... De hypocrisie is ongelooflijk. Hij zegt net, net <laughs> ik, ik hou niet van finales met ploegen van hetzelfde land. Al Engels finales? Ja. Dat mag wel. Nee, 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 ik ga niet liegen. Want Liverpool Spurs was het meest slechte finale dat ik in mijn leven heb gezien. Maar dat zullen we ooit nog eens bespreken. Uh, nee, ik hou niet van finales met één land. Dus ik hou niet van Spaanse finales. Omdat we dat al vaker zien in het jaar. Ik wil graag combinaties zien die we minder vaak zien. Uh, maar ja, man, ik, ik zag uh, Real Madrid verliezen en zij begonnen toch ook... Ja, natuurlijk met Ronaldo verwacht je wel van oké, okay, dat zij voldoende kwaliteit hebben. Ook tegen Dortmund zoals dus ik zei, een beetje ploeg met een beetje meer nobodies, Niet meteen... Um, of ze komen van een periode met meer nobodies. Dus je verwacht wel van Real Madrid van oké, okay, ze gaan wel de klus klaren. Um, langs de andere zijde, ik dacht ja, Barca gaat echt wel winnen van, van Bayern München. Kansloos. Uh, twee keer. Kansloos. Twee keer. Kansloos. Kansloos. Maar echt twee keer. En... Dat is, waar, dat is waar ik echt een masterclass heb gezien van Gavi uh, Martinez. Ja. Maar echt een masterclass, een verdedigende, echt een, een, niet eens een 10 op 10, maar een 20 op 20. Wauw. Hoe zeg je dat op school? Cum Laude? Hoe zeg je dat? Ja, Cum Laude. Ja, ja, ja. Ja, hij is afgestudeerd Is dat Summa Cum Laude? Simus Cum Laude. Hij is daar echt afgestudeerd. Denk je zoiets? Simus Cum Laude. Dit is Cum Laude. Ja, daar, daar. daar, daar. Ja. <laughs> Nee, echt, Javier Martinez heeft toen Messi uit de wedstrijd gehaald. 90 minuten lang, twee ah, keer. Maar dat was gewoon man-op-man man, hoor? Dat was niet normaal. Man-op-man. Ja. Man. Dat was niet echt oldschool. school. je, wat zeg je altijd? Handje vasthouden? Nee, ja, 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 broekzak, t bag ja. <laughs> <laughs> En dat was niet normaal. Dat was niet normaal. En toen dacht ik ook van ja, dit Bayern gaat gewoon de Champs niet kunnen Dit, Ik bedoel, er is geen betere ploeg dan dat. Maar dan heb je Dortmund die 4-1 geeft aan de Real. Mm -hmm. Ik vind ze niet even sterk als Bayern, maar, maar het wel wel ja, ja, ja. is wel leuker om naar te kijken. Ja. Mm -hmm. Want Real heeft wel kansen, ze scoren ook een doelpunt. Waarop op dat moment zoiets is: van ah, dat is wel goed, want eh, met die dubbele regel. Mm -hmm. na, ja, doelpuntregel, ja. Maar dan heb je nog steeds zo dat dingen van: Lewandowski heeft er vier gescoord. En dat was voor mij zo niet de openbaring van Lewandowski, want iedereen kende hem al. Mm -hmm. Maar toen dacht ik: ah. Hij maar ik denk dat het er ook nog zo een beetje, heel veel cases waren dat ze niet scoorden in de finales, in de dus Ja, een grote wedstrijd. Ik... Ja, ja. om dan vier te gaan scoren tegen Madrid was wel inderdaad die indrukwekkend. Man. En dat was zo die dingen van, ja, hij moet hoger op gaan. Ja, naar Bayern. He's done. <laughs> <laughs> en dan de terugwedstrijd. Um, ik weet dat Barcelona-fans nog een beetje hoop hadden, maar ze krijgen gewoon nog eens drie. niet, niet Barcelona-fans. Wij, zeg wij. Wij hadden hoop. Nee, ik had geen hoop. Nee, nee. Ik ben een realistische fan. Hè. Mm. Op zo'n ding, ik ben een realistische fan. Jullie hebben een missie. Je hoopt niet dat jullie vijf keer. Nee, ik hoop. Maar ik ben niet dom. Mm. <laughs> als, jij de eerste, als die man de eerste wedstrijd gewoon niet aan de bal komt. De, S, de, S, de beste speler die ik ooit heb gezien. Hij komt niet aan de bal. Ja, dan weet ik ook dat ja, we gaan we doen. Maar was dat niet de, die tweede wedstrijd? Heb dat je, dat je, dat je geprobeerd om hem dan meer aan de rechterkant te zetten of zo? Van me. vanaf Ik blijf erbij. Vanaf dat een coach moet proberen, ben je verloren. Ofwel heb je een plan, ofwel... Oh, dat is het plan toch? Nee, nee, je nee oprecht. Nee. Het is gewoon niet gelukt, hè? maar dat was het plan. Nee, man. Hoeveel, hoeveel keer denk je aan Müller, snacks? Eigenlijk mag je hem niet, hè. Ja, maar hoeveel denk je aan hem? Ah, is dat echt daarom? Denk je zeven keer Müller. aan hem? Ja. Nee, weet je waarom ik Müller echt niet mag? Omdat hij... Um, ...met de Duitse nationale ploeg... hij begon klozen uh, in te halen. Ja, maar echt op een gekke manier. Ja, ja. Is hij, begon, toernooi... hij begon klozen in te halen als... Hij ging, beste top, hij ging de, de, de beste goalscorer aller tijd op een WK, op WK's worden. Ja. Ik, ik kan dat niet accepteren dat iemand dat niet kan voetballen. De, 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 de topscorer. Nee, maar je, je moet dat beseffen: dat is boven Ronaldo en zo. Ja, ja, ja. ja. Hey, broer, dat, dat is hoeveel dagen? Is dat wel 16 of zo? Uh, 15 of 16. 15 of 16. Maar, kijk, kun je maar hij heeft dat zo op één WK bijna ingehaald. Ja, het, ja, hij had zo zes keer Maar hij ja. kan geen bal controleren. Hè. Ja, en dat, dan... Dat ik ga dat, doen. dat ga doen. En dan, plus dat, komt hij nog eens naar Barcelona krijgen wij 4-3, ole ole Krijg een keer 7 een keer 8-2, hij is het feest wel Ik mag hem echt niet, man. dus Hoeveel keer denk je aan hem? Nee, ik mag keer. hem echt niet. Zeg gewoon, ik denk 7 keer aan hem. Nee, ik denk niet aan hem. En, hef, en, en hij heeft een grote mond, hè. Dat is het ergste. <t> <şey> maar hij heeft zo echt zo die, die marginale humor. Het <t> <şey> ding is, ik vind dat echt grappig. Ik vind hem echt grappig. Dus daar Zei hij dat niet, Lewandowski, was hij dat? Dat weet ik niet. Ja, de was man. Dat weet ik niet. Ik wel dat hij enkel van die video's, hey, na het, de jaar nadien, als ze tegen Barcelona ah, moeten. Persconferenties. Persconferenties. Ah, moeten we naar Barcelona weer om te winnen. Ah, geen respect. Hij was een speel dat ook nog zo zei van, uh, ja, uh, ik speel liever wedstrijd tegen, tegen onze b hier dan in de competitie, want dat is te gemakkelijk. Of ja, niet. maar no. ah, het respect <laughs> voor Barcelona is verloren toen. Ja. ja, ja, ja. <laughs> dat, is de, dat is mijn heel probleem. Dat jaar is het respect voor Barcelona verloren. Doe een beetje, maar, doe een beetje pijn, hè? Ja, een beetje. Maar het gaat niet over Barcelona. Nee, het, gaat het gaat over ja. Bayern en het gaat over Dortmund. Borussen. Maar Dortmund, die moeten dan naar Real Madrid. Mm -hmm. En we hebben het al vermeld, want we hebben het al over Real gehad. Ook in de decima-episode. Als je terugwedstrijd moet naar Real Madrid, dan is eigenlijk alles nog steeds mogelijk. Kon je flip zo. Ding. En ze gaan er naartoe. En het lijkt erop dat Real het weer gaat flikken. 0-1, 0-2. Ze moeten eigenlijk nog maar eentje scoren. Het gebeurt niet. En dan hebben we de finale die we niet direct op hoopten, maar die eigenlijk wel de beste finale is op basis van die campagne. Ja. En dat is dan de superklassieker. En Brian, jij hebt, en ik ben blij dat je dat hebt gedaan, ja. voor deze finale ja. heb jij gekozen... Om de keepers te highlighten. Ja. Ik vind dat leuk, omdat we praten over dat zijn dominante ploegen, aanvallend, goalscorers. Lani, na, na. Maar deze guy wil Manuel Neuer en Roman Weidenfeiler ja. highlighten. Ik Waarom? heb twee keepers gekozen, inderdaad, omdat uh, uiteindelijk als een ploeg aanvallend goed is, heb je natuurlijk een goede sluitstuk nodig. Een goede defensie, maar een goede keeper. Uh, en ik weet nog de hele periode, net voordat uh, Neuer naar uh, Bayern München ging, waren er heel veel ploegen aan het vissen achter Neuer. Want hij was de keeper die was bij Schalke. Um, Supertalent. En mensen zagen al in hem van, deze jongen wordt de beste keeper in de wereld ja, best. voor de komende tien jaar. Dus er waren heel veel ploegen achter hem aan het vissen. En dan heb je, ja, zoals ik zei, en dat is een beetje de charme van, uh, van, van Dortmund. Ik kende Weidenfeller niet, een aantal jaren ervoor. Dus uh, iets oudere keeper ook, ouder dan Neuer. Uh, maar ook een heel goede keeper. Ik speelde toen op die periode ook heel veel FIFA met Dortmund. Het is een heel goede keeper. Uh, en dan kom je naar die finale en dan is het eigenlijk, ja, je komt tegen twee keepers aan of je komt tegen noyer aan waarvan je weet het is heel moeilijk om te gaan scoren. Omdat bepaalde keepers maken het doel precies nog kleiner dan ze eigenlijk echt zijn. Dus je voelt nog kleiner als je nooit in het doel staat. En met Weinemann heb ik nog niet meteen het gevoel. Maar dan kijk je naar die finale en dan zie je het aantal saves dat ze, gaan, uh, dat ze gaan doen. Ik denk dat ze elk, denk ik, 6-7 zes, zes, saves hebben gedaan um, die echt wel belangrijk waren in die wedstrijd. Ja. Um, en dan zie je waar dat een keeper ook belangrijk kan zijn of een heel cruciaal kan zijn in een, uh, ja, in een, in een toernooi of in een team, on, uiteindelijk. Uh, want we kunnen altijd eraan praten over aanvallende spelers, ster -spelers, spelers die doelpunten maken, maar ja, een keeper is even belangrijk of soms nog belangrijker. Um, dus vandaar dat ik ook naar de eerste beelden wil gaan, gaan uh, omdat je dan daar gewoon ja, reddingen ziet van beide keepers, die voor mij gewoon uh, fenomenaal waren. En ik kan denk ik de frustratie begrijpen, dat als je zoveel keer trapt op doel en dat je denkt van die is er niet in, dat je denkt je naar de keeper moet lopen en moet gaan bewegen. Ik geloof dat oprecht <laughs> Ik wil het even hebben over de ploegen. Want hè, de elf van uh, Bayern op dat moment: dat is Neuer, Laam, Boateng, Dante, Alaba, Javi Martinez, Schweinsteiger, Müller, Robben, Manzucic, Riberi. Ja. ja, vriend. Ja, eens wat we missen was een spits, denk ik, man. En dat is het dingen zo, ik dacht dat ook. Maar ik zeg dan dat Mario Gomez op de bank zat. Ja. Want dat was zo'n is het einde van Mario Gomez. Een beetje einde. En dan zag ik een toch wel legend voor mij: Claudio Pizarro, die is ook nog was. Hmm. En het is zo dat wij inderdaad vonden van, ah, Mandzukic is niet die top, top, top spits. Mm -hmm. Ja, later is gebleken dat Bayern gewoon die gaan halen mm -hmm. voor die positie. Maar als je dan kijkt vandaag naar wat Mandzukic na die jaren nog allemaal heeft gedaan, moet je toch wel zeggen, ja... Hij heeft die longevity gehad. Ja, slecht heeft hij het ook nee, niet het, gedaan. Het, het is, uh, nee, maar het is niet... Ik denk gewoon... Misschien het is het ook een, geen sexy naam, denk ik, om bij Bayern te gaan horen. Zeker als je zegt Robert Ribéry, Schweinsteiger en zo. Ja, voilà, Schweinsteiger is ook geen sexy naam, maar... In de voetbalprestige is hij wel een van die namen. Mazukic was zo een beetje zo het buitenbeentje daarvan. Maar ja. wel altijd iemand die hard werkte. Daarna ook natuurlijk naar andere clubs gegaan en zijn waarde zo kunnen bewijzen. Maar ja, ik, ik had zo meer het gevoel, zo, hè, wat je had ervoor met Mario Gomez, een echte killer. Ik had 13 doelpunten scoren in het seizoen. Nee, dat had ik niet het gevoel bij Mazukic, Maar hij was wel heel nuttig. En je had natuurlijk ja, die tandem daar met uh, Muller. Met, met, met ja, Muller, dus doelpunten dat hij niet scoorde, Mazukic scoorde Muller wel. Dus ja. daar had je dan een beetje die dubbele MM. Andere starting 11 had je Weidenfeller, Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer. Ja. Bender, Gundogan, Dubbele Pivot, ja. Marco Reus, Blaszczykowski, Lewandowski. En dan had je de vervanger van Mario Götze, want Götze was geblesseerd. Wie was dat? Dat is een legendarische naam, weicht, weicht, maar ik weet niet weicht. of jullie die nog kunnen herinneren. Als ik de naam zeg, ga je direct zeggen... Oh. Dat is hmm. echt een... een uh, hoe zeg je dat? Een uh, Zuidse zakmes? Zakmes? Zakmes, ja. Hé, hey, Nederlands is moeilijk, hè. <laughs> Worre. zeg je dat? Nou, Zwitser Zakmis? Zakmis gewoon. Is er dit er? Van zijn achternaam? Ja. Een G. Ah, Grooskruids. Ja, ja, want. Oh, Kevin want, oh. Ja, want, want, want we hadden nog ooit eens gezicht van. Hij heeft zo'n balvakkers nou zo. <laughs> Ik weet niet wat dat hier was. Ja, we hadden eens gezicht. Ergens, dat is, jawel. Kevin Groyskruids. Die heeft rechts, spits, links. Pak, ah, we hebben de Champions League uh, overal, overal gesproken. Uh, Ladislaan, Decima. La Decima. we hebben dat toch besproken. Hebben we hebben toch Grooskurs gezegd. Ja, ja, ik denk ja, het. Was niet wat gezegd Ik denk het. Ja, ja. ja. En wat ik ook wel opmerkelijk vond, is dat beide ploegen wel een sterke bank hadden. Tuurlijk, Dortmund had een iets mindere bank, maar uiteindelijk zat de Sebastian Keel, die dan al iets ouder was. dat de Moritz Leitner, Nuri Sahin zat op de bank. Mm -hmm. Die is ook maar in de 91ste minuut ingevallen. Dat de Felipe Santana, dat was mijn mm -hmm. guy, centraal verdediger. Een beetje olé-olé, maar ja, als Braziliaan. Was dat precies? Ja. Ja. <laughs> ja? Ah, dat is Costa Rica ofzo, of nee, Honduras nee. en zo. een Mitchell Langerak als tweede keeper. Nee, Ik dat jullie hem bro. nog kennen. Nee, bro. Oliver Kirsch en Julian Schieber. Kijk, dat is het ding, als je FIFA speelde met Dortmund, je wist gewoon als je het niet doet eerst 16 minuten wissels iets gedaan. Je <laughs> je kon niet wisselen. Misschien Sahin Vitve en zo en je had groot groot maar voor de rest je kon niks doen, man. Dat is dan zat het verschil natuurlijk bij Bayern, tweede keeper. Firepower. Tweede keeper Tom Stark. En dan hadden ze Anatoli Timochuk. Ja, je die nog? Ja, 44. Inderdaad. Dat respecteer ik. Thank Mario Gomez, Claudio Pizarro, Luis Gustavo. Dat op okay. de bank. Oeh, hij was al daar. Ja. En ons ja, word ik kijk, okay, ja. okay, okay, okay. Daniel van Buiten, ja. Belgian Legend. En German Shakiri. Ah, geen Olić. Nee, Shakiri is, is gewoon een Olit's vervanging. Absoluut. Het is gewoon twee keer dezelfde Absoluut. Het is twee keer dezelfde <laughs> speel. Shakiri en Olić zijn gewoon dezelfde spelel. Maar Olić was misschien nog. Polyvalenter ja, dan. Ja, maar ooit is gewoon in de spelen. Ja, ja. Maar Shakiri was ook gewoon. Ja, van 20 minuten invallen. moeten kon van binnen van rechts. Ja, ja, ja. Ja, uit, ja, ja, ja. Linkervoet. Zanak Sherdan, man. Hij heeft ook zo de meest harde omgekeerde carrière gehad, man. Hij is van top naar lag gegaan. Sterk. Waar zit hij nu? Uh, Amerika? In Amerika, ja. Dat crazy. Ja. Is dat top? Nou, nah, alsjeblieft. Ja, <laughs> uh, alsjeblieft. Naar respecteer jezelf. Als we kijken naar uh, deze ploeg van Dortmund. Ja. Wie is voor jullie zo. De speler van toen, die jullie hard had geraakt, die jullie een beetje had. Dat is Is dat? Mijn 18 zitten. Mario Götze, man. Nee, man. Nee, ik weet niet. Ik, was, ik, ik heb Götze. nooit gehad voor Götze, man. Ja, is man. dat? Nee, oh sorry. Marco Royce. Jawel. Maar ik was verliefd met Royce vanavond zo. Moet je gladbag zo. Ja, man. Die man had mijn hart, man. Waarom wel Götze, Waarom niet Götze? Ik weet niet, Guts heeft me nooit, nooit echt zo ges. Ik weet ook niet waar hij echt supergoed was. Dat was zo mijn ding met Gutsen. Hè? Ah, maar je voor je de boendessen die niet bro Ja, maar bro. dat is het ding. Dan ben ik het En ik heb hem gezien bij Datsan en zo. En Datsan was. WK14? WK ja, maar hij is ingevallen. Hij was ja. niet gestart. startguts. Nee, hij is ingevallen. Hij is ingevallen. Dus dat was zo van: oké, okay, de guy was euzel. Laat eerlijk zijn. En van, van nummer 10 zag ik liever een euzel dan een Gutsen. Dus van de Gutsen heeft mij nooit echt gecharmeerd. Dat is ook niet waar hij echt supergoed was. Maar oké, okay, hij scoort dan die finale en zo bla, bla, bla Maar Kutz heeft me nooit echt. Uh, heeft dat ook niet een beetje tegen hem gespeeld dat hij zo. Ja, het is al bekend dat hij naar Bayern gaat voor die finale? Ja, ik vond dat een van de domste moves die ik in mijn, mijn, mijn leven heb gezien. Nee, ik bedoel dat eerlijk, dat was heel dom. Dat is oké. Okay. Nee, de move naar Bayern is, is oké. Okay. Maar Op het wanneer? moment ja. vind ik heel dom. Ja, maar daar moeten gewoon clubs zwijgen. Man. Waarom moet je dat naar Bayern? Voor mij doen? is dat geen kwestie van zwijgen. Ja, maar is dat niet is dat niet? Stel. Gespeeld finale. Ja, goed, destabiliseren. Snap je? Ja, natuurlijk. Is dat niet logisch vanuit een, een Bayern-standpunt dat ze zoiets hebben van, ah, we gaan de aankondigen? Ja, en ja, volgens mij was hij niet eens geblesseerd. Dan. Maar tekenen, ja, ik denk dat ook niet. Maar, maar. maar. Dat, was, dat is inderdaad zo, dat zijn dan de geruchten die zo rond die finale zo hebben gespeeld: van, ah, was hij echt geblesseerd, was hij niet geblesseerd? Ik denk persoonlijk dat hij geblesseerd ah, is. teken gewoon een NDA. Ja. Ik denk niet dat jij die match skipt omdat jij dan dat, de... dat, dat is een Als je ook gevalen. gewoon goed kijkt, dan wist je dat, gewoon, dat is de drie keer gevierd. Hoor. <laughs> Bayern scoort, hij viert. Uh, Dortmund scoort gelijk maken, hij viert, Duits scoort. Nah, viert. Dus daarom oh, hij viert. heeft... Gutse heeft, nee. heeft de smid op zijn carrière. Man. Ik wil even zeggen dat hier geen bewijs van is. <laughs> jij ja, wel Oh, je hebt dat niet gezien? Nee, nee, nee. Ik heb hem enkel zien vieren voor Dortmund. Oké. Okay. Nu zet jij geen gerucht aan het verspreiden. <laughs> <laughs> nee, maar om snel over in te pikken... Maar Gutse, dat is zo. Zeker zo in zijn beginjaren van, van Dortmund, dat was bro, 1 tegen 1 gewoon op, de, op de ah, okay. middenveld. dat middenveld. Hij was kapot. Hij had zo goed gespeeld, man. Ja, maar nooit, 1 nooit. Ik één, hij was maar echt dan. Sahin. Saien was hard, maar wisselvallig. Sahin ja, heeft, heeft zijn transfer naar uh, Real Madrid is dus gewoon kapot, kapot gemaakt. Ja Maar waarom dan Marco Reus? Kijk, ja, Reus was gewoon Reus, ook, ook het, het langste gebleven. Het, het ding is, het ding is ik heb Reus echt heel lang in mijn hart gedragen. Mm. Maar ik heb op een gegeven moment moeten loslaten. Opgeven, omdat zo zoveel besteed was. Ja. Zeker mijn te veel ja. afwezig. Gewoon geen grote toernooi gespeeld. Ja, man. Ik heb moeten opgeven, man. Toxic, toxic relationship, man. Nah, nou, was. Uh, Royce was leuk, man. Vrij trappen, doelpunten. Zijn traptechniek is. Ja, dus... man. En dat is zo'n periode zo. zo Flank speels met blonde mesjes. Zo. Neymar, Royce en zo. <laughs> dat was leuk. snap jij? <laughs> ja, man. Dat waren echt leuke <laughs> dingen, man. Shut Royce, man. Dat is kapot. <laughs> ja, Shut Royce, man. heeft mij geïncapceleerd. Heeft u wat? Kijk, kids. Ik had beloofd dat ik ging proberen om niet te hoesten bij deze <laughs> episode, oh, maar. Heeft al gewacht? Wat? Ik ben zo blij dat jij zo'n <laughs> dingen nu in de episode zegt. Dus je geïncapsuleerd? Was het geen encapsule zo? Nee, nee, geïncapsuleerd. Je Geïncapsuleerd. Je je wat betekent dat. Kijk, dus ik ben een persoon, hij heeft in capsule gezeten Wat? Hij heeft me al helemaal gepakt. Zeg dat gewoon? Incapsuleerd. Geen Hij is een Hij heeft mij gepakt. Was. Ja, nee, resume. We <laughs> hebben het daarnet net gehad, ook heel snel over um, de middenvelders van Dortmund. Ja. Ja, we hebben nu Sahin vermeld, Gundogan die op dat moment ook al een big game player was. Je had een Bender die L toen ook onderbelicht. Was Sven of Lars? Sven. Ah, ja, Sven. Nee, nee, maar er zijn twee, Ja. ja, 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 ja. Lars is van Leverkusen. Van Leverkusen. Ja, ja. ja. Sven Bender. Ja, dus Bender van, uh, van Dortmund, die op dat moment, want in de finale speelt hij dan, ja. die op dat moment zo bleek de next best mee te gaan zijn. Mm -hmm. Maar die heeft dan dat toch ook niet helemaal vervuld? Nee. Het is zijn eigen schuld, hoor. Maar nee, maar daarna Klop is weggegaan ook. Hè. Hij is toch ja. nog in leven, maar daarna is Klop weggegaan. Dus. Maar het ding is ook zo van. van maar ik... hij ging toch naar Arsenal, gaan, denk ik, Bender? Ja, ja, iedereen in Arts gaan op dat moment. Dus op dat moment. <laughs> ja. Maar Joe moest ook naar onze reus, ja, daar ook daar niet op. Nee, maar ik denk voor mij, Binder de fout die hij heeft gemaakt, is hij is gewoon zo is te familiaal man. Omdat hij, hij wat Nee, hij wou, met, hij wou in Duitsland blijven, als je zijn broers spelen, want Hij is nadien nog teruggegaan om met zijn broers te spelen bij Leverkusen, als, oh. als ik me niet vergis. En uh, het, het gerucht uh, deed altijd van bij elke transferperiode dat er was. Als er een grote club een, een abn deed, dat hij gewoon zegt van Ik ben goed waar ik ben. Dat mag. Okay, dat mag. Maar ja, na een tijd, we weten, we weten dat ook, klopt, gaat wegen. Dan heb je een hele. Een hele... Influx. Infl nee. ik wel een invloed zeggen. Nee, ik wou ja, ja, invloed zeggen. <laughs> voilà, wat invloed zeggen. Je, je, je hebt een hele race van, van coaches, <laughs> zoals uh, uh, Lucia Favre en al, en al die mannen, die gewoon totaal anders spelen. Wel met dezelfde insteek als klop, maar gewoon het spel wel anders. Waardoor ze maar een 1-6 hebben. Dus ze speelt niet meer echt een pivot. of zo. En Binder is niet die guy die je alleen op een middenveld kunt laten. Of die je dat kan dragen. En dat was voor hem, allee, volgens mij vaak het probleem bij de andere coaches die kwamen. Waardoor hij ook gewoon niet meer aan bod kwam. Of gewoon ja, van de bank kwam of zo. Ik vind zelf een beetje verpist, vind ik persoonlijk. Ik, hem ik ben blij dat je dat zegt. Omdat dat mijn laatste vraag ging zijn voor jullie beiden. Ik wil terugkomen naar het coaching. Omdat we gestart zijn met het coachen. Ik heb het gevoel dat. Wat Klopp toen heeft neergezet, dat dat een beetje voor altijd zo de basis van Dortmund is geworden. Want ik heb eigenlijk met alle coaches die ze daarna hebben gehad, oké, okay, soms verschillende speelstijlen en zo, maar Dortmund op zich, hoe zij spelen, hoe zij recruteren, het type spelers dat zij binnenhalen, is voor mij ergens wel altijd een beetje hetzelfde gebleven. Of een beetje blijven lopen achter zo die ghost van Klopp. En tot vandaag, heb ik het gevoel van wat hij toen heeft neergezet, is wel de identiteit van die club geworden of zo. jullie dat dat juist is, of hebben jullie het gevoel van dat dat niet helemaal correct is, wat ik zeg? Ja, toch wel, toch wel. Maar dat een beetje, ja, je hebt met je hebt met kloppen legendarische coach die later ook ergens bij de top vijf coaches aller tijden gaat zijn, omdat hij iets neerzet en ja, heel veel ploegen blijven daarachter inderdaad jagen en je ziet dat daarna het heel moeilijk heeft gehad om hem te vervangen. Ja, ik ben, ik ben ook gewoon akkoord. Hè, ik doel, als je Dortmund zelfs tot vandaag kijkt, is nog steeds de gegenpressing, nog steeds het mooie aanvallend spel, het hoog gaan spelen. Dat is nooit veranderd. Oké, okay, ze zijn wel, hè, bijvoorbeeld, als we, kunnen zeggen, als we kunnen zeggen, dit jaar bij de Champions League iets realis realistischer gaan spelen. Maar als je ze dan ziet in de competitie, zijn ze wel, proberen ze wel nog steeds hè, het aanvallend spel te brengen. Uh. En al dus volgens mij heeft club heeft gewoon een soort van blueprint gezet, dat dat nu op het veld is, maar ook naast het veld. En ook in de opleiding denk ik dat je dat ze zo gewoon zo hebben. En zeker in de recrutering. Um, de soort spelers die ze halen. Hè? Ze batten twee soorten spits Ofwel is dat een grote ofwel Is dat wel zo'n Lewandowski-achtige gespeeld Zoals ze nu fuli Kroek hebben. Of Fully -kroek, <laughs> hè? We respecteren de namen vandaag. <laughs> maar ja, daarnaast het altijd twee snelle wingers. Een team dat, dat een beetje slim is, kan nadenken. Echt dat goed kan infiltreren. Het is zo, altijd wel het typische dat ze gaan nou. halen. Ik wou iets zeggen, maar ik ben dat echt net vergeten. Omdat je me hebt laten lachen met Fouli Kroeg. Amnesia. Ik ben het echt net kwijt. Dat <laughs> is crazy. Zie, <laughs> daarom, ik heb gezegd, laat me niet lachen vandaag. Ik wou echt iets zeggen, man. Ik weet het niet. Ja, maar dat ook is ook niet gezond dat je zoveel dingen vergeet, hè. Ja, ik weet het Dat wat. is niet gezond, hè. Ik weet het, man. Ah, jawel, ik weet wat ik wou zeggen. Um, um. Dat um, Wat Klop ook volgens mij heeft achtergelaten in Dortmund. En je ziet dat nu ook met, met Liverpool is dat zij heel hard hameren op het verwennen van het publiek. Een leuk spel. Ja, zo 5-5 speelt tegen Brom ja, En, en, zo, en soms gaat dat ook gepaard met zoot. Weet je hoe intensief je wilt spelen? Mm -hmm. Maar dat dat gepaard gaat met zoot. Ja, we, we willen er wel voor zorgen dat de, de supporters krijgen waarvoor ze betalen. Of zo. Maar is dat niet gewoon de ploegen, dat klop ook een beetje kiest? Want dat is de, maar Dortmund is altijd een traditieclub geweest. Hè? Mm -hmm. Zo met, die, met die hele, de gele muur, dat ze noemen. Gelbe uh, schwans of zoiets. Wat? Schwans <laughs> is iets anders, vriend. Is dat niet zo? <laughs> schwans is, is, <laughs> <Schwanz. Nee. laughs> is iets anders. Dat is toch de gelbe schwans? Schwans Nee. Schwans is iets anders, vriend. Schwans is uw kleine vriend daar weer Ja, Dan hebben ze dat fout vernoemd. Nee, broer. Dan hebben die niet een fout geschreven. Nee, broer. Dus de gele muur. Ja. <laughs> Want of zoiets niet? Want. Ja, oh, Gelber want of zo, maar niet schwans, broer. Lijkt op Schwans is iets anders, broer. Weet je dat opzoeken? zo? Ja, absoluut. Nee, maar schwans is... <laughs> schwans <laughs> ik denk eens, broer, ik kan in elke taal dat zeggen. Dat Dat is crazy. Dat is Zoek je op, dan ga ik verder. Nee, ga gewoon verder. Dat is crazy. <laughs> nee, maar kijk... Plus, ik wou het zeggen gewoon om hem... Maar ik ah hem niet hebben te doen. Nee, Gelber schwans is een vogel. Nee, 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 je hebt... Nee, nee, ik weet, ja. ik weet, maar... Ja. Het is een vogel. Ja, ik bedoel de vogel. Ja, ja, ja. Uh, nee, maar ze hebben zo de gele uh, de muur en uh, hij, <laughs> maar, hij gaat naar Liverpool. Nee, nee, laat dat zien. Waarom ga je het zeggen in een taal als je niet zeker weet? Maar dat... Je praat gewoon Nederlands. Nee, ik ga dat niet meer zeggen. Nee. Komende van de persoon die wordt geëncapsuleerd. <laughs> 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 maar tenminste, ik heb een idee wat je, wat wil zeggen, broer. Ik ook, toch? Of ik maak, ik maak andere woorden Nederlands. Ja, ja. Ik maak andere woorden ja, Duits ik was dan ga altijd naar van die traditionele clubs, Dortmund, met zijn gele muur, naar, naar uh, Liverpool waar we weten van we houden van entertainment en van alles en zo, Hier zijn echt niet really serieus man. Ik heb het slapenleg. Maar heb heb het weggedaan met scherm. Uh, wow. um, dus denk dat gewoon. wat ik wil zeggen is ik kies clubs met zo'n so fabriekencultuur uh, yeah. achterin, so, dus harde werkers, schijnwerkers en al die dingen. Schijnwerkers. Schrijn, schrijn, schrijn. Schrijnwerkers. schrijnwerkers, dat is gewoon echt een Nederlands woord hè? Ja, ja, maar, maar dat, dat is niet wat jij bedoelt. Nee jawel, dat is, dat is, daarom jawel, dat is, wat is exact bedoelt. wat hij bedoelt. Maar als jij gewoon zegt fabriekcultuur ja. en nu highlight jij zo een specifieke fabriek type <laughs> of work. Maar zoek op waar in Liverpool is, dat zijn schrijnwerkers hè Ah, ik bedoelt... oké. Okay, okay, clubs waar okay. hij heeft gezeten. Ja. Ik wil ja. toevoegen wat hij zei. Ja, maar hij kiest bepaalde. Was nee, nee man, Hij kiest bepaalde, kies bepaalde, kies bepaalde soorten clubs. Hij kiest een einde, bro. <laughs> <laughs> hij is hij bepaalde soorten clubs met ja. bepaalde cultuur achter. Fabriekcultuur. Oké, okay, ik stop ja, daar. Ja. 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 Huh? Maar er zitten ook schrijnwekkers onder. Okay? Ja, tuurlijk. Maar... En zij zijn van. En ook mijn is bijvoorbeeld ook zo'n club. Zij ah, la, 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 waag, dat ken ik kan toch luister, niet? Dat luister, dat ik, het waag, maar ik ga het Maar ik, ik ga het rondmaken. Vertel, laat me afmaken. Vertel, vertel. Zij hebben gewoon een bepaalde cultuur uh, onder de fans. Dat is, wij, wij werken hard. En wat wij willen doen in het weekend. was op zondag of op zaterdag mm -hmm. onze ploeg gaan zien spelen. En Klop is iemand die wel de geschiedenis. en de, de historie van dat soort clubs hebben bestudeerd. En vandaag ook wat je zegt van ze willen heel aanvallend voetbal spelen is nog steeds diezelfde mentaliteit van vroeger. We willen je werkt hard in de week, in het weekend moet je verwend worden. Want voetbal is uiteindelijk een entertainment sport, wat dat soms heel vaak wordt vergeten. Dat is entertainment. En heel veel van die mensen vroeger, ja, ze werkte dan vijf, zes dagen in de week. Ja, zondag was dan oké, okay, we gaan een beetje plezier hebben bij Dortmund, bij Liverpool, bij United. Dat was het hele ding. Maar daar heb je Helemaal gelijk. Ja, maar. Ja, ik... ja, ja. Allen, let me finish. Nee, maar het feit dat jij zo schrijnwerkers had toegevoegd, was. was... Maar dat is een, heel... een subcategorie. Om... Ja, ja dat... nee, <laughs> maar dat, dat daarom, daarom. Maar, maar je moet ook kijken van waar Klop zelf komt. Omdat ik, als ik me niet vergis, heeft hij ook zo in de zit zitten, zitten coachen, waar hij ook gewoon naar zulke teams op zoek was. Waar hij heel dicht met de supporters was, heel dicht met, uh, met het bestuur. Ik denk dat hij gewoon, ook gewoon zo'n type persoon is. En dat hij dat ook incapituleert. Of wat je ook zei, nee, dat in is zijn niet zo. Encapsuleren, dat is een heel moeilijk woord. Hè? Encapsuleren, Vandalen, toch wel eens van Dalen, us, we gaan praten. Maar ik denk dat dat ook een beetje dubbel is, omdat hij ook wel zal weten dat zijn stijl en wat hij wil brengen misschien enkel in zo'n clubs mogelijk zal zijn, snap je? Waar als ze hem de tijd gaan geven, waar als ze okay. een beetje meer begrip gaan hebben voor het feit dat hij tijd nodig heeft om iets neer te zetten. Mm -hmm. Dus ik denk dat hij wel ook zal weten van waar kan ik dat doen, want dat zal niet overal lukken en omgekeerd. Is dat altijd wel een match made in heaven of zo? Mm -hmm. Brian Suarez-Duarte, Alex. Andy Ksema en Tim Dalle. Ik wil jullie bedanken voor vandaag. Yoop, yoop, ik wil de kijkers en luisteraars bedanken. Klop, klop, klop. Jullie kunnen nog één episode verwachten dit seizoen na deze. En heel speciaal, ik kan nog niet verklappen waarover het gaat, maar het gaat wel gaan over de meest iconische persoon van de Champions League. Ik durf het te zeggen. Klop, klop, klop. En dan zeg ik tot de volgende. Jurgen Klop.